Die dame. Oh. Moest gapen. Ja. Ik heb mijn eten klaar. Vraag me niet hoe het heet. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer zondag. Ja. En ik heb lekker uitgeslapen, want het is alweer, even kijken, 10:50 in de middag. Ik ben al wel een tijdje wakker. Ik heb even nog een spelletje gedaan. Ik heb de bank beneden gezogen, want het was een en al zand door haar. Ja, want zij mag graag in de modder wroeten en doen. En ja, dan neemt ze dan mee naar binnen en alles op de bank. Dus ik heb het laken heb ik maar even op de grond uitgeschud. En toen de grond ook gezogen, de bank gezogen. Het laken omgedraaid, dat er weer een schone kant boven ligt. Ja, want ik heb met zulke soort lakens, ja. Ik heb lekker weer omvouwen. Schoon een tweepersoons dekbedhoes. En die vouw je dan dubbel en... Wat één kant smeren, en dan val je weer andersom en wat de andere kant smeren. Ja, toch? En je zorgt niet dat de smerige kant op de bank komt. Nee, moet ook schoon. Dus ja, de dames zijn net buiten in de tuin even geweest. Kan al eens ook buiten. En ik ga me eigen aankleden. Ik ga me niet opmaken. Nee, ik wil proberen vanmiddag even te douchen. Ja, dus opmaken komt er niet bij. Nee. Vandaag niet. Ik ga lekker wel mijn hondjes eerst uitlaten en ja, happy eten, et cetera. We zien wel wat we verder doen. Ja, ik wil sowieso proberen te douchen. Maar dat komt wel. Ja hoor. Dat komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag, zoals ik al zei, zondag en we leven op 28 november en ik moet ook nog een plaatje maken, want morgen is het al 1 maart. En ik moet een plaatje maken voor degene die de award wint. Ja. Dus ja, dat is spannend. Ik weet het niet. Nee. Ik weet wel wie hem krijgt hoor. Ja, ik heb de naam al gekregen. Maar ik moet even het plaatje weer aanpassen voor die persoon. En dat komt allemaal goed. Ook het gedicht moet ik aanpassen voor die persoon. Denken jullie even om mijn kleding? Dank u wel. Hallo, Rijka. Nou ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb er dus nog van alles wat te doen. Ook moet de vaatwasmachine geleegd worden en de nieuwe vaat erin. Dus ja. Genoeg. Ik zou zeggen, geniet van het wat jullie doen. Gaat het hier pot, mistig, ba, ja, grijs, grauw. De zon die was wel bezig, ik gezien, maar of de mist daardoor verdwijnt, weet ik niet. Nee. Het is niet leuk in ieder geval. Het slaat bij mij altijd gelijk op mijn hoofd, ja. Ben ook, ja. Maar oké, okay, komt allemaal wel weer goed. Die dame. Moest gapen. Ja! Oh ja, denk je om mijn kleren? Wat verdik je? Dus ja, oké, lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En doe het met een lach. En ik zie jullie later wel weer. Vandaag, deze dag. Tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer terug met de hondjes. En ik heb gegeten. En ik heb mijn koffie op. Ik ben alweer toe aan een bakje koffie, want ik heb ook mijn haren gedaan. Dan ga ik zo meteen eerst met de vaatwasser bezig, dat dat ook opgeruimd kan worden. Dikke bende. En daarna ga ik voor de pc weer zitten, daarmee aan het werk. Ik moet nog met mijn tongpiercing aan het werk, want dan moet weer even een ander blingetje erbij. Maar dat komt allemaal goed. Ja hoor. Hé? De meisjes zijn zo lief. Rijka die kwam boven, die heb op mijn bed gelegen terwijl ik met mijn haar bezig was. Elwing is keurig netjes beneden gebleven. Nou, geen haan die ernaar kraait. Ik heb geen hond horen janken, want in wezen ben je eigenlijk weg, want ze zien je niet. Nee, ze horen je wel natuurlijk, dat is logisch. En Kandalf die legt lekker te slapen op de vensterbank.
Moet allemaal kunnen. Zo lief, zo aandoenlijk allemaal. Heerlijk. Hé? He? Ja, dat is een kleine deugd niet. Hé? Kleine deugd niet. En het is nog steeds zo mistig tot en met. Ik zie wel weer die hoge flat bij de dijk. Maar af en toe zijn ze ook helemaal verdwenen. Ja, en dan kun je het uiteinde van deze straat al niet eens meer zien. En dat is met de kerk hierachter ook, die zie ik nou ook weer wel. Maar soms ook weer niet. Dus ja, het is maar net hoe wat de mist doet, hè. Dat is in Vlaarden. En Amarillis, die doet het zo mooi. Oh ja, die doet het zo mooi. Ja, die zullen we er weer even bij halen. Dat is die ik van Coria Glissus heb gehad. Dat is toch bijzonder. Even zien hoor, dan moet ik even kijken of we wel kunnen. Ja, zo gaat het beter tegen het witte aan. Ja, zo hoog is die al. Ik moet helemaal omhoog met mijn arm. En dan krijgen we nog een vlindertje. Ja. En dan komt er nog één. Ja, en die is natuurlijk uiteraard wat kleiner. Als ik nou de pot op hoog til, die is zo, maar dat wordt ook een kanaal. En ik heb dat blad hier tussenin maar weggeknipt. Ik denk, ja, die krijgt ook voeding. En dat moet niet, want die bloemen hebben voeding nodig en niet dat blad. Dus ik denk, dat ene blad heeft toch een bruine punt wel wegknippen, want de bloemen hebben voeding nodig. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Maar hij wordt een beetje te groot voor met die vitrage enzovoort. Ik zit te denken van wat moet ik hier nou neerzetten? Ja, hij moet in het licht. Ik denk op de salontafel. Pak je daar even weg en dan op de salontafel. Ik laat het jullie zien. Nemen we die mee. Dan heeft hij de ruimte, vind ik. Maar de salontafel, hij heeft de ruimte om te gooien en te bloeien. En we gaan hem volgen, hè? Even iedere dag naar langs. Ja, dat gaan we helemaal doen. Wat? Om het godswerkje een boertje laten. Wat nou? Oh, je nagels. Ze heeft geen lange nagels, maar wel scherp. Kleine boef. Laat dat weer pootje bijten. Laat dat toch eens een keer. Hé? Nou, we zullen dat potje er even wegzetten. Ik denk dat even 1, 2, 3 niet. Ha, 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 ha. Nou, de salontafel ook nog opruimen, de eettafel ook nog opruimen. Ja, we hebben hem binnen, hè? De stempas. Ja, de stempas is binnen. Toppie, helemaal geweldig. Ik kreeg eerst gisteren post en ja, ook met pasjes erbij. En dan mocht je eigen abonneren voor 1 euro voor de eerste 4 weken. En dan had je gelijk een abonnement op een aantal kranten. En dan moest je dan op krant.nl en dan daar je favoriete kranten zoeken. Bepaal zelf hoe je de krant leest. Nou, nu niet, dan niet, nooit niet. Want ik gooi het allemaal op de krantenbak. Alle weekblaadjes ook, dat lees ik niet eens. Maar er is iemand anders die hier niet woont.
die ze graag mag lezen. Die neemt dat dan mee. Nou ja, oké. Okay. En dat is onze liefhebbende Jan van Dam. Nou ja, daar doe je het voor. Daar bewaar ik het voor. Ik vind het leuk om krantjes uit de Nijlder te hebben. Nou ja, oké. Okay. En de reclame gebruikt het wel iets bij wijze van spreken. Als je iets breekbaars in moet pakken. Ja, voor verzending of wat dan ook. Ach ja, altijd makkelijk. Ja, toch? Dus ja, zo is het en niet anders. Ik zal dat even in de vlog doen, dan blijft het te schoon. Zo, nou ja, breng dat keer weg. Doe ik zo wel. Ga je mij daarmee bemoeien. En ik zeg, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, het is later dan ik had verwacht, want ik heb eventjes deze vlog in elkaar gezet en dan ging het een en ander mis. Dus ik denk, nou, ik sla het even op en ik ga hier met de honden uit. En nou is het allemaal wel gelukt. En ja, na die tijd ben ik dan weer mee bezig geweest. Ik heb mijn eten klaar, vraag me niet hoe het heet. Het is die gekke idiote pannenkoek, die moet je in stukjes doen. Die heb ik voor Karen gekregen, dus ja, ik kreeg het gisteren, dus ik zal het nou maar even proberen te proeven. Er zit krenten in en die suikerpoeder eroverheen, want daar hak ik ook nog staan. Ja, ja, ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal smaken. Ik ben bang dat het te veel wordt, maar ja, oké. Dan hebben de hondjes ook dit keer wat. Ja, toch? Ja. Ik sluit dan gelijk met mijn eten en mijn koffie en mijn wijntje af. En met mijn twee lieftallige hondjes hier al. En eentje, dat is een kat, die is denk ik een boven. Ja, die heeft ook eten gehad in de hal. Hé? Ja, nou Rijka. Ja, hé. Ja, is dat zo? Ja, hé. Oh, ik hoor mij. Wat is er? Even uitkijken. Och, wat is die tikkie? Oh ja, man. Wat is het aan, Hoffie? Oh, is het zo? Nou ja, je hebt groot gelijk hoor, al weet ik niet waar je het over hebt. Hé? Ja, vrouwtje gaat eten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Smakelijk eten voor degene die ook zo laat zijn als ik, zei de gek. Bon appetit en hele fijne liefdevolle avond toegewenst. Voor later op de avond uiteraard wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. Doei doei!